Religieuze gemeenschappen ondertekenen opnieuw de Nijmeegse Vredesverklaring uit 2014, naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Gaza. Afgelopen woensdag hebben diverse religieuze gemeenschappen in Nijmegen de Nijmeegse Vredesverklaring van 2014 opnieuw ondertekend. Dit gebeurde in Museumpark Orientalis naar aanleiding van de situatie in Israël en Gaza. Dit zorgde voor een bijzonder moment waarop verschillende gemeenschappen samenkomen om met elkaar de vrede te verklaren en stil te staan bij hoe belangrijk het is dat geloof nooit mag leiden tot geweld. In een bepaalde ruimte van Museumpark Orientalis gebeurde iets bijzonders. Alle aanwezigen waren samengekomen om een vredesverklaring te ondertekenen. De pen is gezet op de Nijmeegse Vredesverklaring, die al bestaat sinds 2014 en toen ook al was ondertekend. Dat de samenkomst en het nogmaals ondertekenen van de Nijmeegse Vredesverklaring hier heeft plaatsgevonden, heeft een goede reden. De aanleiding is heel bijzonder omdat in 2014 een vredesverklaring is getekend, omdat de situatie toen in de wereld ook aanleiding gaf. Diezelfde vredesverklaring is nog even op dezelfde manier geldig. Dus we hebben dezelfde vredesverklaring opgepakt en die hebben we herbevestigd. En wat was de aanleiding om dat dan ook hier te doen? Omdat in 2014 dat ook in dit park is gebeurd. En ja, in een park waar je die vrije ruimte hebt om over religie en levensbeschouwing te mogen spreken met elkaar, in alle vrijheid, daar is daar ook de goede plek voor. Dus deze plek hebben we opnieuw gekozen om die verklaring te herbevestigen. En de ruimte waarin u zich nu bevindt, daarin representeren wij alle levensbeschouwingen die de mensen eigen zijn in onze samenleving. Met een moment en situatie als deze is het logisch dat er allerlei emoties naar boven komen. Walter weet nog goed hoe het was en ook hoe iedereen zich voelde. Iedereen is verdrietig. En natuurlijk kun je met heel veel mooie woorden verklaringen afleggen, maar ten diepste zijn mensen verdrietig. En of je nou islamitisch bent, moslim bent, joods of christelijk, of helemaal op een andere manier spiritueel bent, het was ook de boeddhistische gemeenschap was hierbij aanwezig, dan gaat het in de eerste plaats om, kunnen wij een signaal uitzenden van oordeel niet te snel over opvattingen die je hebt. Laten we voorkomen dat het geweld overslaat naar onze samenleving. Zorg dat we elkaar blijven respecteren. Ook Louis de Mast was erbij, een van de initiatiefnemers van deze gebeurtenis. We hebben met elkaar de vredesverklaring voorgelezen, om toerbeurten. Dus iedereen heeft een keer een alinea voorgelezen. De beelden heb je als het goed is nu zelf ook. Iemand met een Joodse achtergrond, iemand met een islamitische achtergrond, mensen met een christelijke achtergrond. Diverse mensen hebben passages daaruit voorgelezen en daarna hebben we hem ondertekend. En daarna hebben we die vredesverklaring overhandigd aan burgemeester Bruls. En hebben we elkaar een sjaal omgehangen, want ook dat is een teken van vrede. We hebben elkaar een knuffel gegeven en daarna nog een hapje gegeten en een kopje koffie gedronken met elkaar. En afgelopen woensdag bij het ondertekenen van die vredesverklaring vond ik het ook een verrijkende bijeenkomst. Dat we met zoveel kleuren, religies, opvattingen bij elkaar konden zijn. Diversiteit kan een verrijking zijn. En het is heel pijnlijk om te zien dat op andere plekken in de wereld religie een bron is voor oorlog, geweld en elkaar pijn doen. Ik was heel blij met de opkomst. In korte tijd, in 2 dagen tijd, dat zoveel sleutelfiguren en religieuze leiders bij elkaar komen, dat zegt wat. En deze vredesverklaring mag overal gekopieerd worden, in elke stad, waar dan ook. En dat burgemeester Bruls hem zo hartelijk in ontvangst heeft genomen en heeft beloofd dat hij dit initiatief ook mede verder wil verspreiden, dat stemt me vol hoop. Het was al langere tijd een wens, maar sinds deze week is hier dan. Een plek waar dak- en thuislozen in Nijmegen kunnen binnenlopen voor een praatje, een kopje soep of gewoon om even van straat te zijn. Dankzij krakersgroep Jantien, die vorige week een pand in de Burgtstraat innam, kunnen deze mensen nu elke donderdag bij hen terecht. Wij hebben een heel mooi afstudeerproject gedaan destijds op onze studie Social Work. En we wilden graag een nieuwe inloop realiseren voor dak- en thuislozen hier in Nijmegen.
En dat kostte helaas wel wat tijd. En de gemeente wilde niet altijd luisteren naar ons. Of geen gehoor aangegeven eigenlijk. Dus vandaar dat we inderdaad bij Jantien in aanmerking kwamen. En toch een samenwerking opzocht eigenlijk om een locatie te zoeken om dit te realiseren. Op de inloop is vandaag de opening. En zijn hier vandaag mensen van de straat naartoe gekomen, zorgprofessionals en een paar politici langsgekomen. En dit is nu de eerste donderdagmiddag waar we voortaan elke donderdagmiddag de inloop willen gaan houden. En het idee is dat een inloop in Zelfbeheer gaat worden. Dus dat mensen van de straat zelf vrijwilliger gaan worden. Zelf vergaderingen houden en democratische besluiten nemen over de invulling van de inloop. Dus zoals je ziet is het nog een beetje kaal, nog een beetje onpersoonlijk. We willen straks samen met de mensen lekker gaan aankleden. En op den duur zijn wij er eigenlijk alleen nog maar om advies te geven. Met, het zelfbeheer een beetje te sturen, zeg maar. Er is echt tientallen mensen van de straat. Super enthousiast voor langsgekomen. En voor de rest heel positief. We zijn eerder ook al van de kant langs geweest. Nou, mooie objectieve artikelen geschreven, dus daar zijn we heel blij mee. Hè. Fijn oud worden in je eigen wijk, dat is iets dat veel ouderen wel wensen. In Lindeholt is dat voortaan ook mogelijk. Donderdagmiddag werd hier namelijk het nieuwe woonzorghuis Agnetenhof geopend. Het pand biedt ruimte aan zo'n 45 bewoners. De eerste bewoners zijn hier in september al ingetrokken. In Lindeholt was nog geen woonzorghuis voor beschermde woonomgeving voor bewoners van de wijk die daar behoefte aan hebben. Zij kunnen nu in hun eigen vertrouwde wijk oud worden in een zorghuis met allerlei goede kwaliteiten. Er wonen hier dus inderdaad 45 bewoners, 15 mensen met een lichamelijke ouderdomsprobleem en 30 mensen met geheugenproblematiek, dus dementie. Mensen hebben allemaal een 45 vierkante meter twee-kamer-appartement, eigen sanitaire voorzieningen. En ze wonen in groepen van 7 à 8 bewoners samen en delen ze dus een huishouden samen in een huiskamer. Er wordt iedere dag vers gegeten, vers gekookt en gegeten met elkaar. Activiteiten worden daar georganiseerd. En ook weer in verbinding met die wijk, dus ook naar buiten toe. Nou, daar is onze tuin heel erg behulpzaam bij. Waar inderdaad ook wijkbewoners en onze bewoners met naasten kunnen vertoeven. En dat wordt ook nog ondersteund door een buurtkamer gelijk rechts naast de ingang. Waar inderdaad ook buurtgenoten, wijkgenoten gebruik van kunnen maken. Niet alleen ouderen, hun dierbaren en personeel is welkom in de Agnetenhof. Elke extra helpende hand is welkom. Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Daar is iedereen altijd welkom en dat is ook niet dat je 3 dagen, al kom je maar 2 uurtjes per week, al kom je maar 1 uurtje per week. Daar zijn we echt al heel blij mee en ook onze bewoners juist voor de nodige afleiding. Nadat de schapenziekte blauwtong in onze regio zich nog concentreerde in het land van Maas en Waal, zijn er inmiddels ook in Overbetuwe enkele gevallen gemeld. Dat bericht Dagblad De Gelderlander. Volgens cijfers van de NVWA zouden er in de gemeente 5 besmette bedrijven zijn. Deze zijn verspreid over de dorpen Randwijk, Driel, Hemmen en Heteren. In alle 5 gevallen is middels een bloedonderzoek bevestigd dat het om blauwtong gaat. Wie door Druten loopt kan zomaar eens een bijzonder treintje tegenkomen. Een kleine groene locomotief en daarachter een aantal kiepkarren. Het is het treintje dat tussen 1962 en 1992 dienst heeft gedaan voor de steenfabriek in Druten. Hij pendelde hier tussen de fabriek en de kleiputten. Stichting Kleigoed Maas en Waal heeft ervoor gezorgd dat het treintje nu tentoongesteld wordt. De opbouw is in volle gang. Volgende week vrijdag moet hij klaar zijn. Het treintje en de kiepkarren verzorgden het kleitransport van de kleiputten en van de kleibulten naar de fabriek. Daar werd de klei werd in de fabriek gestort en daar werden dan na een aantal processen daar bakstenen van gemaakt. In samenwerking met de gemeente Druten en Patrick van Zwam van Getex heeft de stichting Kleigoed Maas en Waal ervoor gezorgd dat de locomotief nu te zien is tegenover het oude bondsgebouw. Deze plek hebben we gekozen omdat het enerzijds tegenover het bondsgebouw staat en de anderzijds in een toeristische route ligt. Van Druten. Het wordt ook aangegeven vanaf de Veerdam naar hiertoe, naar het Bondsgebouw. En dan is het een mooie blikvanger voor de toeristen om ook bij ons binnen te komen. Naast de locomotief is er nog meer te zien in het oude Bondsgebouw. In het Bondsgebouw hebben we een tentoonstelling van de grofkeramische industrie, zoals die is geweest destijds in het land van Maas en Waal. Dit was een hele voorname tak van de industrie.
in het land van Maas en Waal. Helaas, door saneringen en dergelijke, zijn er praktisch geen steenfabrieken meer over in het land van Maas en Waal. En wij doen dus de tentoonstelling met alle facetten van de industrie. De trein is behandeld met een speciale coating, zodat het niet verder zal roesten en hufterbestendig is. Ze zijn nog hard aan het werk, want... Komt onder het treintje komt nog een grind, wordt daar gespreid. Daarnaast wordt de beplanting gedaan van bodembedekkers. En er komt nog een mooi sierhek omheen te staan met uitleg. De stichting Maas en Waal opent op 20 oktober haar deuren. Iedereen die een kijkje wil nemen is dat weekend welkom. Zaterdag en zondag 20 en 21 oktober houden wij hier een open dag. Dus iedereen is welkom. En wij houden dan een tentoonstelling met de aanzichtkaarten van Oud-Rute. Iedereen is welkom. Het is herfst, het is oktober en dus komt ook Halloween steeds dichterbij. Hartstikke leuk natuurlijk om rond die tijd allerlei leuke dingen te doen met pompoenen. Wat je daar zoal mee kunt, dat weten ze bij Groentehof Poelen in Groesbeek. We organiseren de laatste drie weekenden van oktober Halloween-dagen. Dat is eigenlijk ontstaan omdat mensen gewoon... Halloween is steeds meer in opkomst. Het komt uit Amerika en ook in Nederland wordt het steeds populairder. En mensen die willen er graag ook daarmee aan de slag. Dus vandaar dat we die dagen organiseren dat mensen hier op locatie pompoenen kunnen uitsnijden. Ze kunnen ze eerst uitzoeken en daarna mogen ze mee aan de slag om uit te snijden en te versieren. De entree is gratis, ja. De kosten zijn alleen dat de mensen de pompoen kopen. En daar mogen ze dan zelf mee aan de slag. Je kunt dus voordelig een dagje weg bij pompoentelerij Poelen. Niet alleen kun je hier de mooiste pompoenen uitkiezen, maar je kunt er nog veel meer doen. Nou, het is eigenlijk alleen het pompoen uithollen. Dus voor Halloween een pompoen gezichtje maken in de pompoen en daarna een lampje erin doen. Ja, we hebben hier een grote pan soep staan meestal. En dan kunnen mensen gewoon lekker een kopje soep eten onder het genot van het uitzicht en even genieten. Onder het genot van heerlijk warme pompoensoep snij je een pompoen uit en kan je die mooi versieren. Daarnaast geniet je van het mooie uitzicht van Groesbeek. Kortom, een dagje genieten. Een beetje aan het weer. Het wordt natuurlijk wel een stuk frisser komend weekend en de komende weken. Maar desondanks hebben we toch altijd genoeg belangstelling en verwachten toch wel een paar honderd mensen. We zijn ooit heel klein begonnen met twee tafeltjes en nu kunnen we een man of 30, 40 kwijt. Zeg maar. De mensen kiezen een pompoen uit, grote of kleine, maakt niet uit. We hebben verschillende maten, verschillende prijsklasses. Dan snijden wij met een groot mes zelf het kapje eraf, naar wens. En dan kunnen de kinderen veilig met lepels en geen scherpe voorwerpen zelf de pompoen gaan bewerken en versieren. Dat is 15, 22 en 29 oktober van dit jaar. Onze winkel waar we de pompoenen verkopen, particulier, die is gewoon 7 dagen per week geopend. En dan kunnen mensen altijd terecht voor Halloween pompoenen. Dan kijken we weer even naar de berichten op de social media. Gemeente Beuningen waarschuwt op Instagram dat de oogsttijd weer is begonnen op het platteland. Dat betekent dat landbouwvoertuigen af en aanrijden om op tijd te oogsten. Hierdoor ligt er soms modder op de weg. Het advies is om de snelheid aan te passen. Gemeente Wijchen laat weten dat ze bij het huis van de gemeente de vredesvlag hebben opgehangen. Dit is een blauwe vlag met een witte duif die een olijftak in zijn snavel draagt. De vlag is een steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers die zijn gevallen in Israël en Gaza. De gemeente legt toe dat hun gedachten uitgaan naar de slachtoffers, hun nabestaanden en alle mensen die in angst en onzekerheid leven. De gemeente Druten plaatst een foto van de burgemeester Sengers in het klaslokaal van groep 6 van IKC De Kubus. Daar heeft vanochtend het burgemeesterontbijt plaatsgevonden. Hiermee wordt het belang van een goed ontbijt nog eens benadrukt. Na afloop werden de leerlingen meegenomen naar het gemeentehuis van Druten, waar ze een rondleiding kregen en vragen mochten stellen over het werk van de gemeente. Het was vandaag weer lekker wisselvallig weer, maar tegelijkertijd zeker niet koud. De temperatuur liep nog even op tot zo'n 23 graden in de regio. Waarschijnlijk was dit wel de laatste keer dit jaar dat de kwik boven de 20 graden uitkwam. Want vanaf morgen daalt de temperatuur flink. Zaterdag wordt het eveneens wisselvallig met vooral in de middag de nodige buien. Het wordt daarbij maximaal 15 graden. De dagen erna wordt het langzaam wat rustiger herfstweer en doet de temperatuur nog een stapje terug. Overdag blijft het kwik zo rond de 12 à 13 graden schommelen en in de nacht blijft het slechts enkele graden boven nul. Lokaal kan er dus aan de grond wat lichte vorst ontstaan. Kortom, met de herfstvakantie is ook de herfst nu echt begonnen. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 13 oktober.
Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website of in de RN7-app. En ook via onze sociale media houden we je op de hoogte. Nu op RN7 neem ik je weer mee langs de nieuwste bioscoopfilms. En maandag is Maries weer bij je terug met het laatste nieuws. Fijn weekend en voor alle scholieren alvast, fijne vakantie.